Dag Riefje, vrienden. Ja, ik ben nog steeds niet echt beter. Kijk maar naar mijn hoofd. Ik zie eruit als een vaatdoek. Maar goed, ik heb jullie één keer laten zitten in de afgelopen tijd. Want toen kon het echt niet. Toen had ik zoveel koorts, dat ging niet. Dat was onverantwoord. Maar we gaan gewoon door. Want die show must go on, of niet? Dat dacht ik. De vraag blijft natuurlijk. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons met je opgestuurd? Laat even kijken. Ach, lekker man. Yoghurttoetjes. Ik ben niet de man die veel zuivel gebruikt. Vroeger wel trouwens. Ik zoop vroeger liters melk achter elkaar. Waarom weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar op een dag dacht ik, ik stop ermee met al dat gezuivel. Dat heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken dat je op een gegeven moment erachter komt dat je gewoon de moedermelk van een koe zit te zuipen. Ja. En je afvraagt, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Dat gaat toch eigenlijk helemaal nergens over? Maar goed, een yoghurtje op zijn tijd is best lekker. Het ziet er niet alleen gezond uit, er staan ook nog hele gezonde teksten op. Laten we even lezen. Activia bevat miljarden levende yoghurtculturen. Ook wel probiotica genoemd. Ik zit helemaal niet wachten op miljarden levende yoghurtculturen, of wel? Heb je wel eens van probiotica gehoord? Dit zijn goede bacteriën die in de juiste hoeveelheid een positief effect hebben op je gezondheid. Kijk, dat is dan wel weer lekker. Daar word je beter van. Of in ieder geval gezonder. En in mijn geval is dat fantastisch. Want ik ben nog steeds helemaal kapot. In elk cupje Activia zit 30 jaar ervaring probiotica. Huh? Elk cupje 30 jaar ervaring probiotica? Nou ja, goed, ik heb genoeg gelezen. Het is heel gezond voor je. Er zitten allemaal miljarden culturen in. Nou, hoe leuk is dat? Multiculturele yoghurt. Ik heb verschillende smaken, zie ik hier. Dat is de naturel. Dat is dus gewoon die yoghurt, wat goed is voor je lichaam. En dan heb je hier hazelnoot quinoa. Ja, dat moet toch altijd overal worden tegenwoordig quinoa ingeflikkerd. Dat is hip. Ja, ik weet niet of dat heel erg lekker is, maar goed. En dan hebben we hier de Oud-Hollandse muesli. Nooit verkeerd. En dan hebben we hier, de pruimen. Leg het in schuimen. Vier smaken, Activia, met ik weet niet hoeveel probiotica. Dus laten we even gaan proeven. Hier, vier lepeltjes. Uno, dos, tres, cuatro. Tang, 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 tang. Oele, boele. Ik doe heel vrolijk, want ik voel me dood en doodziek. De volgorde is als volgt. Naturelle, prume, probiotica, met hazelnoot quinoa en de muesli. We beginnen met de gewone. Nou, dat ziet er hartstikke leuk uit. Gewoon, Dat ziet er gewoon uit als yoghurt. Oh, ik moet wel even schudden, want aan de bovenkant is het een stuk natter aan de onderkant. Nou, daar gaat hij. Activia, helemaal sodemieters vol met probiotica, naturel. Ja. Ja. Er is natuurlijk geen reden aan, naturel. Is een prima yoghurtje. Dan gaan we over naar de pruimen. Dan moet ik natuurlijk even husselen, want die zit aan de onderkant. Hop, 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 hop. Ja, pruimen. Zijn die lekker? Ik vind pruimen lekker. En gedroogde pruimen vind ik ook lekker. Maar ik hou toch eigenlijk meer van die echt, klets, klets natte pruimen. Dat je daar zo je mond in zet en dat het vocht zo, zo langs je kin loopt. Oh! Ik wil toch eventjes iets zeggen over deze. Want ik deed net of het een normaal yoghurtje is. Dat is het niet. Het smaakt echt iets anders dan gewone yoghurt. Lekkerder, als ik eerlijk ben. Maar met deze pruimen. Dit smaakt gewoon echt serieus naar pruimen. Er zitten pruimenschilfers in. Je hebt stukjes pruim. Dit geloof ik gewoon. Ik geloof gewoon dat dit een heel gezond yoghurtje is met pruim. In plaats van met een paar spuitjes pruim. Dat vind ik wel lekker. Yeah.
Lekker gezond. Voel me al een stukje beter. Volgende. Voor alle hippe meisjes en jongens met knotjes. Een toetje met quinoa. Hoe leuk is dat? Huppatee. Roeren, roeren, roeren. Eventjes. Flatsie, flatsie, flatsie. Ziet dit er lekker uit? Nee, niet echt. Dit ziet er toch uit als iemand die yoghurt heeft gegeten en daarna niet helemaal lekker is geworden. Maar ja, laten we eens kijken hoe het proeft. Granen, quinoa, hazelnoot, zonnebloempitten en lijnzaad. Ja, hier wordt oom Jan echt niet vrolijk van. Het punt is, al die noten, zaden en quinoa pitten, die zitten er al een tijdje in de yoghurt. Dus die zijn een week geworden. En ja, daar hou ik niet zo van. Weken noten en weken zaden en weken quinoa pitten. De smaak staat me trouwens ook niet aan. Hier is echt voor de marketing een yoghurtje verkloot. Het is echt een toetje voor van die grauwe mensen uit een gezondheidswinkel. Getverderje. Last, but zeker not least. De Activia. Bunkervol met de probiotica muesli. En wat kan er mis aan gaan? Want muesli, ja, dat vindt toch iedereen lekker? Ja. Alleen ik heb hier een beetje het gevoel dat het hetzelfde probleem terecht gaat komen als bij die quinoa, hazelnoot en andere troep. Die muesli die zit hier natuurlijk al ik weet niet hoe lang in. En wat is nou lekker aan muesli? Dat je happy happy doet en dat je crunchy en dan met die yoghurt erbij. Dit is natuurlijk in geen 1000 jaar meer crunchy. Nou, daar gaan we. Ja, daar hebben ze dus voor een leuk... Hebben ze hier vruchten bij gegooid? Overigens kan ik die niet identificeren. Ik denk gewoon dat het rozijnen zijn of zo. Maar. Van de muesli is geen spoor te vinden. Ja, je ziet dat er graantjes in zitten. Ja. En met de muesli. Heeft het geen aine aanhoes te maken? Maar is het vies? Nee, het is hartstikke lekker. Het smaakt hartstikke goed. En met muesli heeft het geen aine aanhoes te maken? Maar is het vies? Nee, het is hartstikke lekker. Het smaakt hartstikke goed. Er zitten nootjes in. Graantjes. Rozijntjes. Kind kan er vast doen. Tijd voor de cijfertjes voor deze gezonde yoghurtjes. En gezond zijn ze. En daar ben ik ook wel blij mee. Want als ik dus nu een kroket zou moeten proeven. Zou ik dat niet kunnen. Fysiek. Nee. Dat geef ik eerlijk toe. Overigens ben ik trouwens wel een van de weinige mensen. Die 5 dagen klappertand en rillend van de koorts op bed heeft gelegen. Die niet afvalt ervan. Maar goed. De Activia yoghurt cups met en zonder smaak. Krijgen de volgende cijfers. De gewone. Die krijgt van mij al een 7. Want die gewone Activia is al erg lekker. Is een lekker yoghurtje. Ja, is helemaal goed. De prume vind ik ook hartstikke lekker. En doet wat het zegt. Zit er gewoon echte pruim in. Smaakt naar pruim. Geen geoude neel met chemische toevoegingen. Andere onzin. Krijgt van mij ook gewoon een lekker 7'tje. Die quinoa is een verschrikkelijke fout. Is gewoon een fout. Dit moet je niet doen. Ik denk dat je nu een doelgroep tevreden wil stellen die je eigenlijk helemaal niet moet willen. Want die mensen die zijn nooit tevreden. Quinoa-eters zijn altijd zijn hele ontevreden mensen. Die worden ook nooit tevreden. En in combinatie met een yoghurtje met al die totaal doorweekte pitten, bonen en andere noten. Het is niet te hakken en de smaak is ook nog een keer het rest meer. Je krijgt gewoon een 5. En de muesli, echt en gewoon een prima yoghurtje voor in de ochtend. Ik zou het alleen geen muesli noemen, want er zit geen muesli in. Die krijgt van mij ook gewoon een 7. Dus al met al zou ik zeggen, koop deze yoghurtjes. Hartstikke goed voor je. Er zitten miljarden dingen in en dat is heel goed voor je buik.
Alleen die quinoa shit, die zou ik dus niet bestellen. Nou, ontzettend bedankt. Ik probeer een beetje op te knappen, hè. Zoals je ziet, moet ik er nog een beetje in komen. Nou, tot snel. Nee.